De digitale kloof is nog steeds niet verkleind. Dat zei Telesur-directeur Mike Antonius vanmorgen in het kader van Werelddag van de Telecommunicatie en de Informatiemaatschappij. Antonius gaf aan dat het een bijzondere taak is voor het bedrijf om te faciliteren. Met name business op afstand. Wij hebben namelijk in onze e-Suriname-visie, die wij hebben ontwikkeld in 2017 rond het Telesur Nationaal Breedbandproject, ook veel nadruk daarop gelegd. De vele e-services zijn in relatie met toepassingen op afstand doen. We hebben daarom ook geparticipeerd in e-payment solutions waarmee je kan betalen op afstand. We hebben geparticipeerd bijvoorbeeld ook in een aantal apps van een medische achtergrond waarbij je medische dienstverlening zou kunnen doen op afstand. En wij leveren natuurlijk diensten waarbij mensen communiceren op afstand, maar ook zaken kunnen doen op afstand. Wij willen daar in ieder geval steeds bij stilstaan, want niet omdat het erop lijkt alsof de effecten van de pandemie voorbij zijn, dat wij terugvallen in die oude Gwinti, want we kunnen het ons als land niet permitteren om aan deze ontwikkelingen en de opkansen die de informatiemaatschappij biedt, de wereldinformatiemaatschappij om het even zo te noemen, om daar geen deelgenoot van te zijn. Deze internationale dag is ook bedoeld om de digitale kloof te helpen verkleinen. Maar in Suriname is deze niet verkleind, meent de Telesur-directeur. De digitale kloof is niet aan het verkleinen. Dat moet ik helaas zeggen. Omdat de Gwinties van ons nog zijn op het oude gedrag. We moeten veel meer aan de toepassingen kijken. We moeten veel meer op de services kant kijken. Als je kijkt naar hoe we betalen nog te veel met cash. En cash kost ons een hoop geld ook nog. We moeten de stappen zetten richting e-payments, richting digitaal betalen. Zolang die stappen in voldoende mate gezet worden, gaat die digitale kloof niet verkleinen. Want we blijven op een, als ik het mag zeggen, de analoge manier doorwerken. Toch? En we zien ook bijvoorbeeld hoe binnen onze economie banken de stappen zetten om steeds meer mensen te stimuleren richting digitaal betalen, pinpas betalen. We zien ook bijvoorbeeld dat de banken kosten in rekening brengen voor wanneer we geld opnemen, cash opnemen. Betaal je met je pas, dan kost het je niks. Antonius gaf de samenleving mee om de mogelijkheden die de digitale economie biedt te omarmen, omdat die mogelijkheden de kloof van armoede kunnen verkleinen.